Ja, chef, u staat voor mijn camera en u heeft een hele belangrijke functie, hè? Jazeker, jazeker. Want u bent? Onafhankelijk cliëntondersteuner. Dat is een hele mond vol, daar kunt u volgens mij veel over vertellen, of niet? Jazeker. Uren aan een stuk. Uren? Nou, we gaan kijken of dat in 2 minuten lukt. Het zal vast lukken. Zeg, u bent onafhankelijk cliëntondersteuner. Wat houdt dat precies in? Dat houdt in dat wij onafhankelijk van iedereen en alles, en dus ook van de gemeente, mensen helpen bij het oplossen, zoeken naar een oplossing voor de beperkingen die ze ondervinden. En die beperkingen, ja, dat kan zijn dat ze het huishouden niet meer kunnen doen, dat ze niet meer de trap op kunnen, dat ze niet meer kunnen fietsen, geen vervoer hebben om deel te nemen aan het maatschappelijke verkeer, maatschappelijke bezigheden. Maar zo iemand kan toch beter gewoon naar de CMD gaan? Het is eigenlijk altijd de bedoeling, iedereen die een vraag heeft, op wat voor gebied dan ook, ga naar het CMD. Maar waarom moeten we dan naar u? Nee, ja, dat moet niet. Dat moet niks, hè. Nee, maar waarom zou iemand naar u toe gaan? Ja, als iemand de weg nog niet zo goed weet, om het zo maar te zeggen. Misschien wat bedeesd is nog. Hè, wat staat me te wachten? Maar ook, wat zijn de mogelijkheden? Hè, met mijn beperking, wat zijn de mogelijkheden? Wat kan bijvoorbeeld de gemeente doen? Of wat kan de andere doen? Of wat kan mijn netwerk misschien nog doen? Nou, dan is er een gesprek. En dan gaan we daarover praten om te kijken van wat de mogelijkheden zijn. Als ik een probleem heb, ik heb een klacht. Bijvoorbeeld, ik kan niet meer goed de trap op. Dus misschien moet ik wel een traplift. Of misschien moet ik wel wat meer bewegen en afvallen. Kan ik dan wel de trap op? Kan ik u voor dit soort vraagstukken contacten? Ja, dat kan zeker, ja. Ja, en dat gebeurt ook. Maar meestal zijn mensen dan niet dat ze te dik zijn en af moeten vallen. Maar ik heb bijvoorbeeld onlangs nog iemand, een mevrouw, geholpen met longfibrose. Ik weet niet of dat iets zegt, maar dat is een vrij ernstige longaandoening. Waardoor je geleidelijk aan steeds minder zuurstof binnen kunt krijgen. En wat doet u dan? Die mevrouw aanhoren. Kijken wat zijn de mogelijkheden. En dan gaan we samen plan maken, een persoonlijk plan. U komt thuis? Ik kom bij haar thuis, ja. Gezellig ook? Het was hartstikke gezellig. Lekkere koffie. Ja, maar dat is ook leuk. Nee, maar ik kan me ook voorstellen dat mensen graag een luisterend oor al heel belangrijk kunnen vinden. Ja, zeker. Dat is ook vaak ook. Dat doen we ook vaak. En vaak ook in het natraject of als het loopt, toch even informeren van hoe het ervoor staat, hoe het gegaan is. Of het allemaal gelukt is. En of ze nog andere vragen hebben. U gaat gewoon het hele totaalplaatje uitzoeken. En heeft u een telefoonnummer? We hebben een telefoonnummer uiteraard, e-mailadres. En daar zijn we bereikbaar.